Toerisme is aangemerkt als een groeipool, maar het komt niet uit de lucht vallen. Dit zei minister Andy Rusland van TCT gisteren in de Nationale Assemblée bij de voortzetting van de behandeling van de supplementaire begroting. Hij beantwoordde vragen vanuit het parlement over de aanvullende begroting van zijn ministerie. De minister zegt dat het land enkele mogelijkheden heeft die niet volledig worden uitgebuit. Het ministerie gaat momenteel na op welke manier Suriname beter gepromoot kan worden in het buitenland. Dat wij voor promotie van toerisme op de begroting 0 cent hebben. Ook vanwege omstandigheden. We hebben ons sterk moeten maken om in elk geval 2,5 miljoen gulden te krijgen. Omdat wij die beurs in Nederland moeten bezoeken. Er is reeds in de media verschenen dat wij waarschijnlijk... En dat is de directeur STS terecht gedaan. Hij heeft geen middelen en hij geeft het aan, zodat men zich niet hoeft voor te bereiden. Maar voorzitter, ik mag u zeggen, ik zal me sterk maken daarvoor. Als het niet lukt, sorry, maar ik zal geen nacht rusten om dit gedaan te krijgen. Wij zullen naar Nederland moeten gaan, omdat het blijkt dat er wel een spin-off is vanuit de beurs in Nederland. En niet alleen... SLM doet mee, of de staat Suriname. Er zijn bedrijven die meefietsen, tourist organizations, die ons ondersteunen in het promoten van Suriname. En dat mogen wij niet laten liggen. Verder is het ministerie bezig met een Amerikaans bedrijf voor het produceren van een documentaire over Suriname. Het masterplan van het ministerie is begroot op 2,3 miljoen euro. Een masterplan is nodig, maar de minister stelt... voor de fundamentele zaken in orde te maken en de middelen daarvoor te gebruiken. Ik weiger halsstarrig om op dit moment een masterplan te maken, terwijl ik niet eens een goed geïnterieerd centrum voor tourist information heb. Voorzitter, ik weiger om een masterplan te maken wanneer de toeristen met alle moeite, met het gevaar dat ze in het water vallen, de boot moeten instappen bij Atjoni. Ik weiger een masterplan te hebben zolang de basale dingen niet in orde zijn. Ik weiger dat in orde te hebben zolang wij op de luchthaven niet goede zaken hebben, zodat men met plezier Suriname kan bezoeken. Dat is mijn standpunt, maar ik wil aandikken dat ik het belang van een masterplan wel erken. Maar op dit moment is dat geen prioriteit. Aldus minister Andy Rusland van TCT. Hij sprak gisteren in de Nationale Assemblée bij de voortzetting van de behandeling van de supplementaire begroting.